Kom, ik ben altijd super sportief en bezig met sport. Wat sport doe je? Fitness en Krav Maga. En, dat is een exotische sport, man. Ja, man. Ja. Krav Maga is er elisch, ik maak je doodsport. Ja, maar dat is geen beweging. Tjak, tjak. Ja, man, dat is gewoon snel uitschakelen en niet te veel moeite doen. Ja. Dus ja, die. Maar je zit er diep in? Nou, niet diep, maar... je kan wel wat. Ik kan wel wat. Bij 2 jaar. Ja, je hebt gelijk, bro. Nee, 2 jaar begint dat punt te worden dat je niet kan doodslaan, man. Nee. Ja, man, dus nu word je volgens mij wel goed erin. Ja. Nee, na 2 jaar, als je iets 2 jaar doet, dan begin je toch echt... Ja, maar ik heb al eerder verschillende dingen gedaan. Ja? Ik heb karate gedaan, ik heb kickboksen gedaan, ik heb van alles gedaan. Je hebt alles gedaan, man. Een beetje wel, ja. Ja. Ja, man. Dus je moest aankomen voor de personage. Hoeveel kilo praat over? Tussen de 10 en 12. Wow. In 2 maanden. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Met mij chillen. Ik ben sowieso gestopt met trainen. Ja. 1 keer per week ging ik trainen. Want ik moest juist wel die massa behouden. Mm-hmm. En voor de rest is het echt zoveel mogelijk eten. Ik stond vroeg op en dan ging naar het tankstation. En nam ik een cappuccino met 6 klontjes suiker. 2 croissantjes met kaas. Ik stond s'nachts op om 3 uur, ging ik pannenkoeken met Nutella eten. Dat soort gekke shit. Dus binnen 2 maanden was het kaboom. Mm. Dus zo doen. Het was gelukt. Ja. Oké. Calorieën deed je per dag? Of let geen idee, niet ik let daar niet op. Het is gewoon vreten, vreten, vreten. En op een gegeven moment gingen die spijkerbroeken super strak zitten. Ik werd helemaal gek. En uiteindelijk was het dan. Die spijkerbroeken, skinny jeans. Ja. Maar heb je zoiets van terug naar je oude gewicht? Of... Ja, sowieso. Oh, je wil wel terug? Ik ben wel terug, ja. Oh, je bent al terug? Zo snel? Ja. Zo snel. Ja. Oh, nee, maar het is een tijdje terug. Het is een tijdje terug, ja. Ja, ja, ja. Je bent strijder, man. Ja. Shout-out naar jou, man. Shout-out naar jou.